Ja, oh, dames en heren. Goedemiddag. Hartelijk welkom hier allemaal in het, mag wel zeggen, zonovergoten Varsseveld. Hier voor de deur bij Sensire, het hoofdkantoor van Sensire. Het is vandaag dicht. Dat hebben we allemaal ondertussen in de krant kunnen lezen. Het is erg angstaanjagend kennelijk wat wij hier doen vandaag met de staatssecretaris. Maar dat maakt niet uit. Dat kan wat ons betreft de pret niet drukken. Richting de staatssecretaris. Dus Jan-Willem. Jan-Willem is hier. Jan-Willem is regiobestuurder van... Thank you.
is dit niet meer voor mij, dan hoop ik toch een bijdrage te leveren aan de thuiszorg die moet blijven bestaan voor de mensen die dit nodig hebben. Als je alleen een beroep kunt doen op de kinderen of de buren, dat kan nooit goed werken. De klanten waar ik bij werk, wonen de kinderen uren ver weg en de buren zijn nog ouder dan de klanten zelf. Alsjeblieft, laten we blijven opkomen voor de klanten die dit nodig hebben. En laten we dat beetje sociale wat er nog in Nederland is, alsjeblieft houden. Daar blijf ik voor strijden, zolang ik kan.